Kijkers van harte welkom bij deze aflevering van Focus, het programma waar de focus wordt gelegd op de activiteiten die voor u als samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer onthult naambord en logo. Districtscommissaris Bansi Durga wil potentie Saramakka benutten. Aanhoudende COVID-19-pandemie legt enorme druk op regionaal ziekenhuis Wanica. En staatsziekenfonds werkt aan door president gevraagde verbeterpunten. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft bij aantreden van de nieuwe regering een naamsverandering ondergaan. Het departement werd omgedoopt tot Grondbeleid en Bosbeheer, GBB. Vrijdag 23 april 2021 was minister Diana Pocky zover om het nieuwe naambord met logo te onthullen. De bewindsvrouw verduidelijkt dat het ministerie zich niet alleen met grondzaken bezighoudt. Het nieuwe logo symboliseert dan ook de taken en verantwoordelijkheden van GBB. Dat er een naamsverandering is. ROGB toen is dan nu vervangen met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer. En mensen denken vaak genoeg dat we alleen bezig zijn met grondzaken. Maar als u kijkt naar het logo, het nieuwe logo, dan ziet u onze taken. Het geeft aan, het symboliseert onze taken en verantwoordelijkheden. Dus ik wil ook daarmee zeggen van de slechte naam, het slechte imago van het ministerie. Hebben we de overtuiging ook met ondersteuning van alle ambtenaren, de directie, willen we hebben dat er een frisse wind moet waaien binnen het ministerie. Dus we hebben dan onze nieuwe naamborden en logo dan net zo dadelijk onthuld. We zijn blij met dit moment en vanaf mijn aantreden hebben we gewerkt aan reorganisatie van het domeinkantoor. We staan hier voor het domeinkantoor. Hier wordt het harde werk gedaan. Mijn werk, we hebben in het proces, het reorganisatieproces, hebben we dan getracht om dan voor vergemakkelijking van zaken, verkorte procedures, hebben we dan afdeling grondinspectie, hebben we verhuisd naar oud taxatieinstituut, de Meestraat. En er is nu een samenwerking tussen grondinspectie en de landmeetkundige afdeling. Daarmee kunnen we meer veld onderzoeken. Met de ondersteuning van landmeetkundige afdeling kunnen we meer veldonderzoekingen doen. En als we goede rapporten hebben geproduceerd door grondinspectieafdeling en landmeetkundige afdeling, denken we dat we zaken kunnen afhandelen. We zijn ook bezig met het digitaliseringsproces. Als zaken gedigitaliseerd is, dan denken we dat we de lopende zaken van de burgers sneller kunnen afhandelen. Als u praat over een problematiek, dan denk ik dat u bedoelt de achterstanden die we hebben aangetroffen binnen dit ministerie. We werken hard, elke dag, maandag tot en met zondag, werken we hard om de achterstanden in te lopen. Als het gaat om duurzaam bosbeheer, dan vanwege de financiële situatie van het land, doen we het met een injecties vanuit internationale organisaties. Daar gaat het zo een beetje. We moeten een soort bewustwordingcampagne starten van het belang van onze natuur, bescherming van onze natuur. Dan moet elke burger daar bewust van zijn. En als we praten over de natuurreservaten, de beschermde gebieden, dan moeten we meer dan ooit de dorpelingen, de buurtbewoners, de mensen in de omgeving betrekken in ons beleid, zodat dat besef er is dat we allemaal baat bij hebben dat we onze natuur en bos beschermen. Dus we zijn bezig.
Men denkt, misschien vanwege COVID kunnen we dan, zoals gewend is binnen de samenleving of binnen dit ministerie, dat er een grote uitreiking wordt georganiseerd. We hebben geen uitreiking vanwege COVID, maar we handelen wel beschikkingen af. Ik zit nu al zeker op ongeveer 1500 beschikkingen die afgehandeld zijn. De zaken zoals een familieverdeling, overdrachten, die gaan heel vlot. En in pending hebben we een 510, heb ik 510 beschikkingen van para getekend, maar nog niet uitgereikt. We hebben zeker 100 zoveel beschikkingen van Reeberg, dat is district Wanica, heb ik al afgehandeld, maar nog geen uitreiking vanwege COVID. We hebben COVID-gevallen hier binnen het domeinkantoor, dus mensen kunnen niet zo makkelijk hun dingen ophalen of afhandelen vanwege het feit dat we op een laag pitje draaien. Maar zeer zeker voor 25 mei heb ik zeker 3500 ongeveer beschikkingen afgehandeld. Dus we zijn bezig, we werken en het begint te vlotten. Ik ben tevreden met de inzet van de ambtenaren, met de inzet van het directieteam. Ik kan zeggen dat het nu wel wat beter gaat. Districtscommissaris Sherine Bansi Durga geeft al 8 maanden leiding aan het district Saramaka. In deze achterliggende periode is het haar gelukt een aantal projecten uit te voeren. Dit ondanks de vele uitdagingen. Het district Saramaka heeft naast de agrarische sector genoeg potentie voor de verdere ontwikkeling van andere sectoren. Maanden terug DC geworden van het district Saramaka. Zoals u weet ben ik DC geworden in een zeer moeilijke tijd, waarbij we als land zowel in een financieel als sociaal-economische crisis zitten, met de coronacrisis erbij. En vanaf mijn aantreden heb ik inderdaad enkele projecten gedaan. Nou, niet enkele, heel wat projecten gedaan. Zo heb ik al in beginfase bij mijn aantreden zaten we midden in de coronacrisis, momenteel nog steeds. En heb ik dan een van mijn eerste projecten dat ik bestuurdienst heb ingezet voor handelsinstellingen ter ondersteuning van de politie om erop toe te zien dat de coronamaatregelen worden nageleefd door de samenleving van Saramaka. En momenteel zijn ze er weer, omdat we als land in een derde golf zitten waarbij Saramaka ook niet bespaard is gebleven. Ik heb nu voor nu de exacte cijfers van Saramaka niet, maar 2 dagen terug was het in de orde van 10 besmettingen. Dus momenteel is de bestuurdienst wederom ingezet voor handelsinstellingen om erop toe te zien dat de samenleving de coronamaatregelen in acht nemen. En dat is in samenspraak met de politie, dat zijn er ter ondersteuning van de politie. En als ze zien dat zaken misgaan, dan wordt de politie dan ingeschakeld om mensen erop te wijzen van dit wel en dit niet. En natuurlijk ook de winkeliers moeten zich dan ook houden aan de protocollen en de maatregelen voor nu uitgegeven door de regering. Dat is een van de eerste projecten waarmee ik bezig ben geweest in het district. Een ander project is, heel in het begin als we moeten terugblikken, is dat ik in overleg met het ministerie van OW gedaan heb gekregen dat een heel belangrijke verbindingsweg in het district, daar heb ik het over, de Chandi Showweg, is gerehabiliteerd. Die zat vol gaten en kuilen, dus die weg is daar ook inmiddels gerehabiliteerd. Daarnaast heb ik samenwerking met het ministerie van LVV veel natte en droge infrastructuur in landbouwgebieden aangepakt gekregen door inschakeling van dienstwerkarm, de Surswam NV. Dan heb ik het over landbouwgebieden te Maho. Daar zijn er lozingen opgehaald. Ik heb het over de Bombiesluis, waarbij de kleppen zijn gerestaureerd. Dan heb ik het over de sluisdeuren. Ik heb het over de dam te
Peperhal, die ook is aangepakt. Het was weggespoeld een paar weken terug. Een ander groot project, welke nu nog ongoing is, is aanpak van de infrastructuur te Uitkijkpolder. Uitkijkpolder is een groot agrarisch gebied en in jaren is de infrastructuur daar niet aangepakt. Van nu wordt dat aangepakt in samenwerking met het commissariaat en het ministerie van LVV. Dus voor nu is dat nog ongoing. Momenteel worden de wegen bezand, sorry. En er zijn ook inmiddels bruggen hersteld. Er resten nog enkele bruggen die ook nog hersteld moeten worden. Dus dit soort zaken zijn gaande. Verder heb ik met mijn technische dienst vanuit het commissariaat, heel wat kleine projecten in het district gedaan. Daar heb ik het over renovatie van overheidsgebouwen, renovatie van sociaal zwakke mensen. Dus huizen of gebouwen van sociaal zwakkere stichtingen. Het ophalen van lozingen, waarbij er achterstallig onderhoudswerkzaamheden gedaan moesten worden, hebben we dan mensen vanuit het bestuurdienst ingezet die handmatig de lozingen hebben opgehaald. Dus dat zijn de werkzaamheden waarmee ik bezig ben geweest in het district. Een ander groot project in het district is een enquêteonderzoek wat wij hebben gedaan als bestuurdienst. Nooit eerder gedaan door het commissariaat. Het commissariaat was de bestuurdienst, dan was niet bekend met zo'n enquêteonderzoek. Onderzoek waarbij we dan algemene informatie van de samenleving hebben opgevraagd. Bijvoorbeeld waar werken ze, waar wonen ze, hoeveel kinderen gaan naar school. We hebben de resultaten binnen. De eerste presentaties zijn al geweest, dus ik hoop binnenkort om ook een presentatie te doen voor de media. Dus met name u ook, natuurlijk ook erbij. Dus dat is ook een succesvol project geweest, als ik nu naar de resultaten mag kijken. Ander project waarmee we in het district bezig zijn geweest, of bezig zijn, is onze prijscontrole- en bewakingsproject. Daarmee zijn we vanaf januari bezig. En dat houdt in dat de prijzen in de winkels, u weet dat de kreet vanuit de samenleving momenteel is hoge prijzen in de winkel. En het doel van dat project is voorkomen is beter dan genezen. Het project houdt in dat de prijzen in de winkels worden gecontroleerd door de bestuurdienst tot in het kleinste bestuurseenheid, dat is tot op resortniveau, worden de prijzen gecontroleerd. Wekelijks wordt dat gedaan in alle winkels in het district. En dat wordt dan gepubliceerd op onze BIC-pagina. Waarbij dan er een samenwerking is tussen de winkeliers, de consument en de bestuurdienst. Waarbij we de consument of de samenleving tegemoet komen. Van deze zijn de prijzen in bijvoorbeeld Resort Jerikaba, in zulke winkel. Is er een kilo aardappel bijvoorbeeld die 5 SRD kost, daar is het ietsje goedkoper, daar is het ietsje duurder. We zien ook erop toe dan dat de winkelier binnen de wettelijk bepaalde winstmarge blijft. En het is ook bedoeld om een gezonde concurrentiestrijd aan te wakkeren tussen de winkeliers. Dat de winkeliers dan onderling ook zo'n overzicht hebben waar welke prijs wordt gehanteerd door welke winkel. Voor de basisgoederen. Ik heb het dan in deze over de basisgoederen. Dus wekelijks is dat te volgen op onze BIC-pagina. Alle prijzen van alle basisgoederen in alle winkels in het district. De medische zorgsector maakt moeilijke tijden door vanwege de verergerde COVID-19-situatie in ons land. De aanhoudende coronapandemie legt een enorme druk op de beddencapaciteit en zorgverlening van het regionaal ziekenhuis Wanica. Directeur van Genderen benadrukt dat het ziekenhuis haar maximale capaciteit al heeft bereikt. Er is geen opnamemogelijkheid meer. Hij roept daarom de samenleving op zich te houden aan de maatregelen en hygiënevoorschriften. Ik sta hier met directeur Genderen van het Wanica ziekenhuis. Directeur, de aanhoudende coronapandemie baart ons enorm zorgen. We zien een trend in stijgende cijfers. Wat is nu de stand van zaken qua opvang van COVID-positief in het Wanica ziekenhuis? De situatie is zorgwekkend. U ziet zelf, we staan dus midden hier achterop waar de isolatietenten zijn. En ik ben eigenlijk qua ziekenhuiscapaciteit zorgpatiënten hebben wij ons maximum al bereikt. We zitten vandaag op 51 zorgpatiënten. Technisch zijn er nog bedden beschikbaar, maar ik kan geen invulling geven omdat ik geen human resource heb. We hebben dus ook al
ja, lang bekendmakingen geplaatst, sollicitatieoproepen geplaatst, waarbij we verpleegkundigen vragen om te werken, maar ook ons zorgpersoneel is op. U heeft zelf gezien hoeveel positieve wij gisteren binnen hebben gehad. De isolatietent, de grote, is al vol. De mensen moeten dus nog binnenkomen van gisteren, of die komen zoetjesmaat al binnen. En dat zit ook mijn tweede isolatietent al vol. We hebben als ziekenhuis de maximale capaciteit bereikt. Er is geen opnamemogelijkheid meer. De situatie is zeer, zeer zorgwekkend. Het personeel is moe. Het personeel werkt over. Je gaat dan ook ziekmeldingen krijgen. Mensen die aan een burn-out zitten. En eerlijk gezegd, het weekend die nu voor de deur staat, is een lockdown weekend. We hopen dat dat zal helpen. Toch? Omdat wij eigenlijk, we kunnen geen patiënten meer opnemen. En ook de overige ziekenhuizen. Er wordt een beroep gedaan natuurlijk op iedereen. En we gaan onze collega ziekenhuizen vragen. Van, kunnen jullie ook patiënten opnemen? Maar ook daar zitten zij op. Zitten zij vol wat hun capaciteit betreft. Toch? De reguliere zorg die zij daar ook hebben. Dat kunnen ze niet gaan afschalen om de COVID-patiënten op te nemen. Dus de situatie is zeer, zeer zorgwekkend. Patiënten, als er slecht aan toe gaat, die worden doorverwezen naar de intensive care unit van het Academisch Ziekenhuis en het Slans Hospitaal. Jawel. Dus wij hebben nu ook al vernomen dat er daar een gebrek is aan open plekken en dat we daar ook geen patiënten kunnen opnemen. Wat gebeurt er dan? Dus daarom zeg ik het. Volgens mij heeft de voorzitter van het NZR al een statement uitgebracht over hoe zorgwekkend deze situatie is en dat we er echt geen andere kant meer op kunnen als ziekenhuis. Nou kijk, dit is niet de situatie waarin wij als ziekenhuis willen zijn. En ik denk ook niemand in Suriname, ook de samenleving. Het kan zo ver komen dat je geliefde zorg nodig heeft en we dat niet kunnen bieden. Toch? En gelooft u me, het personeel, de directies van de verschillende ziekenhuizen, weten ook niet welke kant ze op moeten gaan. Toch, ze kunnen geen nee zeggen natuurlijk, maar ze kunnen ook niet overwerken en vermoeid raken. Want ook dan ga je die kwaliteit van de zorg gaat achteruit. Toch, als je elke dag, als je dubbele shiften moet maken en ook nog de patiënten moet gaan monitoren. Toch, dan gaat de kwaliteit van de zorg achteruit en dan ga je brokken maken. En dat is wat je niet wil als organisatie, als ziekenhuis. Toch, dat er fouten worden gemaakt. Dus kunnen wij nu geen andere kant op. Dus we doen dringend beroep op de samenleving om zich te houden aan de maatregelen. Toch, als er een lockdown in effect is, blijf thuis. Hou afstand, mondkap op, handen wassen. Toch, dit is echt, we kunnen dit alleen aan gezamenlijk. Zo zijn we de overige golven zijn we dus tegengegaan en zijn we eruit gekomen. We moeten hieruit komen, want anders gaat het echt slecht aflopen met ons allemaal. Directeur, toch wel een vraag. We hopen niet dat het zo is, maar als de cijfers blijven stijgen, hoe durft u die beeld te schetsen voor het Wanica Ziekenhuis? Nou, kijk, we hoeven niet ver te kijken. We kunnen kijken wat er gebeurt in ons buurland. Toch, waarbij de specialisten en artsen gaan moeten kijken wie is te redden en wie niet. Toch? En als we in die situatie komen, ja, dan gaan we allemaal zeggen, ja, we hadden u gewaarschuwd. Toch? En dan hebben jullie zich toch niet aan de regels gehouden. Toch, dat is niet het beeld dat we hier willen hebben. Toch? Maar het lijkt er wel op, als het zo doorgaat, dan gaat dat de situatie worden. Het Staatsziekenfonds heeft in de afgelopen periode gewerkt aan verbeterpunten die eerder door president Chandrika Prasad Santokhi waren voorgesteld. De leiding van het SZF heeft vorige week een vervolgmeeting gehad met het staatshoofd. Aan hem is een presentatie gedaan van zaken waaraan gewerkt is. Zo zijn bepaalde contracten stopgezet, de betalingsachterstand met Armilov ingelopen en de Basu- en BZV-kaarten verlengd. Wij spraken SZF-directeur Amar Ranjit Singh. De meeting ging meer om SZF, waar staan we nu? Waar willen we gaan met het SZF in 3 en 5 jaar? En in dat kader hebben wij een strategisch kader geformuleerd, 2021-2025.
de huidige status SZF, bij de bijzonderheden eerste kwartaal wat we hebben gerealiseerd. We hebben onze dochterondernemingen een beetje besproken met de president. De uitdagingen. We hebben een aantal acties ondernomen die kostenbesparend zijn. Dat hebben we ook aangegeven, gepresenteerd aan de president. En SZF, hoe verder? Dat zijn zaken waarover we hebben gehad met de president. We hebben een programma in elkaar gezet. We hebben de organisatiescan uitgevoerd. En daaruit hebben we een aantal acties gelijk ondernomen, waaronder organogram. Geüpdate, u weet dat SZF voor het eerst 4 directeuren heeft. Toch? Voorheen was dat nooit het geval. En in dat kader hebben we structuur gebracht. Dat is al af. We hebben gedaan aan capaciteitsversterking. We hebben gekeken welke afdelingen leiders vooral hoor. Versterkt moeten worden, hebben we ook gedaan. We hebben geprobeerd met onze handeling rust bij de dienstverleners te bewerkstelligen. Dat is ons gelukt door tijdig te betalen. Een ander iets wat we hebben gedaan is we praten al met de dienstverleners over de toekomstige tarieven. Dus dat zijn zaken die we nu hebben gedaan. Met betrekking tot SZF, hoe verder? We hebben 5 strategische focusgebieden, namelijk procesverbetering en vernieuwing, duurzame partnerships en samenwerkingen, capaciteitsontwikkeling en versterking, dus wat daarover had ik net, capaciteitsversterking, bedrijfsimagoversterking, dat willen we ook doen, en verbetering van goed bestuur en beleid door corporate governance in te voeren. Dus zo willen we dan richting toekomst. We hebben onlangs Armulov, is een van onze grote partners. Dat zijn, het gaat om Surinamers, Surinaamse mensen, ons followers, voor ziekten of aandoeningen die niet hier behandeld kunnen worden. Die worden dan uitgezonden. Er was een achterstand en we hebben aanmaningen gehad dat de dienst zou stoppen, terecht ook. En we hebben alles erin gedaan om. We zijn begonnen in oktober en onlangs hebben we kunnen met goed beleid $1 miljoen overgemaakt, waardoor gegarandeerd nog de diensten van Armulov gebruikt kunnen worden. Onze Basu-verzekering is onlangs op basis van een regeringsbesluit. Dat zijn alle Basu-kaarten met een vervaldatum van 31 juli 2020 automatisch verlengd naar 31 december 2021. Dus nogmaals, alle Basu-kaarten met een vervaldatum van 31 juli 2020, dus afgelopen jaar, juli 2020, zijn automatisch verlengd tot en met 31 december 2021 voor een jaar. Ja. En BZF met dezelfde vervalder, 31 juli 2020 tot en met eind april 2021. Basu-kaarten, dat zijn kaarten voor 0 tot 17 jaar en 60 plus. Alles daartussen is BZV, dus BZV is 17 plus tot en met 59 jaar. En dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.